Sander, jullie niet meer spreken. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben een maand geleden met stage, of langere tijd geleden met stage begonnen bij Sein. En dat vind ik erg leuk. Ik ben alleen achtergekomen door middel van een brief van school dat de eerste 3 weken van mijn stage niet meetellen, aangezien mijn stagebedrijf niet goedgekeurd was. Ik ben in het begin van mijn stage compleet vergeten om dat door te geven, aangezien het een erkend bedrijf is. Zijn. Alleen de locatie waar ik stage was kennelijk wat nieuwer, dus die was er nog niet in meegenomen, terwijl de rest wel goedgekeurd is. Nu tellen die eerste 3 weken niet mee. Ik loop daartegen een probleem, want ik kom niet aan mijn uren en ik wil graag in jullie mijn diploma halen. Maar doordat ik in het ziekenhuis ben opgenomen, aangezien ik mijn enkel had gebroken, redde ik het niet met al mijn uren als ik die 3 weken mis. Zelfs die 3 weken hard nodig. Dus mijn vraag is of ik die toch zou kunnen krijgen, aangezien nu mijn bedrijf wel goedgekeurd is. Ben je bij het BPW-bureau geweest hiervoor? Ja, daar ben ik geweest. Wie heb je daar gesproken? Mevrouw Betty. Die had zoiets van, ja, regels zijn regels. Ik kan je dat niet geven. Wat vond Maar je daarvan? ik vond het heel vervelend omdat ik daardoor in een verlenging kom. Want dan red ik het niet met mijn uren. Maar aangezien het de meeste reden had, want ik kon er niks aan doen toen ik het ziekenhuis kwam. Nog eens 3 weken. Heb ik daar 3 weken gemist. Ja, maar wat vond je van het feit dat zij, je vond het vervelend, dat begrijp ik, maar wat vind je van het feit dat zij uitvoert wat ze moet zeggen? Ik snap het wel, aangezien ja, als ze mij goedkeurt, dan moet ze iedereen goedkeuren. Maar daarentegen vind ik wel dat ik een beetje een uitzonderlijke situatie ben, aangezien ik ook eens in het ziekenhuis ben beland. Want als ik niet in het ziekenhuis was beland, had ik het wel gewoon prima gered als ik die 3 weken had gemist. Wie is hier verantwoordelijk voor, uiteindelijk, dat het fout ging? Voor een groot deel ben ik verantwoordelijk, aangezien ik het niet erkend heb. Dat ik dus daar niet achteraan ben gegaan of het goedgekeurd was. Maar daarentegen snap ik niet, omdat de rest van het bedrijf wel goedgekeurd is, dat de nieuwe locatie er niet ook gelijk in is opgenomen. En wist ik niet dat ik daar zelf achteraan moest gaan. Ja, je bedoelt de startmoment was een beetje troebel. Ja. Heb je kans op een vaste betrekking waar je nu werkt? Ja, ze zijn heel erg tevreden over mij. Ik word nu ook zo goed als zelfstandig gewoon op de groep gelaten. Ik mag gewoon, als ik een ochtenddienst heb, mag ik hem alleen draaien. Tijdens verdere momenten vinden ze het ook geen probleem om even weg te moeten lopen. Want ze weten dat de groep toch wel gewoon goed kan draaien. Maar omdat het toch wel best betrekkelijk is, het is best ingewikkeld stage. Dus ik werk nooit alleen, aangezien het is een bedrijf waar ik loop stage in een logeerhuis en daar hebben de kinderen epilepsie. Dus daarom werk je nooit alleen, omdat als ze een aanval hebben, dan heb je gewoon meerdere mensen om te helpen, zodat je ook weg kan. Dus ja, voor zover je zeg maar daar als werknemer kan zijn, zover ben ik ook. Ja, In het ziekenhuis vind je het een ook. goede werkplek? Ik vind het een ontzettend goede werkplek. Je leert er ook heel veel. Je hebt heel veel collega's, die melden ook allemaal van alles gewoon tegen, waardoor je heel veel oppakt in het bedrijf. De inwerktijd heeft wel lang geduurd, maar dat is best normaal daar, omdat het best ingewikkeld is. En nu, ja, dus hebben daar wel een hele vaste regels aan, want je hebt gewoon een inwerkplan waar alles in staat en je punten doet en je kan goed je opdrachten maken, daar hebben ze allemaal mee. En de meesten hebben dezelfde opleidingen gedaan, ook in die trant. Die kunnen je ook precies helpen, want dat moet je weten en dat moet je En dat kennen. doen ze ook. Ja, zeker. Dus je wil eigenlijk dat ik die 3 weken gewoon alsnog erken. Heel graag, Heb je ja. bewijs dat je die uren gelopen hebt? Ja, ik heb daar gewoon een contract. En vanaf het moment dat het contract daarin is gegaan, ben ik er ook geweest. En is dat per dag afgetekend ergens ook, of niet? Ja, het is per dag afgetekend. Door wie? Door mijn begeleider daar. Hoe heet hij? Die heet Bonnie, de groot. Dat is een zij, Ja, sorry, zij. En die heeft alles netjes afgetekend elke dag. Ja, vanaf precies het contract dat de datum in is gegaan, ben ik ook ingegaan. Ik heb ook gewoon voor mijn uren ben ik uitbetaald. Zou je dat kunnen scannen en daarmee op kunnen sturen per Ja, mail? natuurlijk. Dat Dan kan ik kan dat gewoon meenemen. Ik thuis. moet dat natuurlijk overleggen, want ik wil geen gedoe hebben dat een hele bende met leerlingen Dat achter me begrijp ik, aankomt die ja. allemaal dat ook willen. Want dat gaat toch niet gebeuren.
Ik ga even dan nadenken hoe ik dat formuleer. Dat ik er goed beslagen ten ijs kom, want ik kan niet, dat niet zomaar even doen. Dus ik Ja. beloof niets, ik ga wel ermee aan de slag. Oké, heel erg Ja, bedankt. dankjewel.